Voorzitter, ik ben een Nederlander. Ik ben gevormd door de grote denkers, de zeevaarders, de beroemde schilders en schrijvers en de vernieuwers die de Nederlandse geschiedenis rijk is. Door de boeren, de arbeiders en de ondernemers op wie het fundament van ons land gebouwd is. Ik ben gevormd door een natie die gelooft in vrijheid en al haar facetten. Een natie waar gelijkwaardigheid een fundamenteel begrip is. Een natie die samen veert als het Nederlands elftal wint. Een natie die samen rouwt als tragedie ons treft. Door mijn aderen vloeit ook het bloed van de Afrikaners. Een volk dat tot stand is gekomen door die ver verlaten vlaktes en die krien van Ottawa. Maar ik ben ook de vrucht van de VOC, van de Cape Malay-slaven, van Krotoa, van Engels kolonialisme, van de geschiedenis van heldhaftigheid, maar ook van diep trauma. Van koloniaal nationalisme, Afrikaner nationalisme, African nationalism en rainbow nationalism. Ik draag de geschiedenis van vele naties, van vele mensen en vele talen. En elke tulpvormige stoel in deze zaal vertegenwoordigt ook een verhaal en een geschiedenis. Verhalen van verschillende achtergronden en afkomst. Maar toch delen we allemaal hetzelfde grote verhaal. Het verhaal dat ons verbindt. Het verhaal dat we gevormd zijn door dit land dat we met elkaar delen. En hoewel de overeenkomsten soms moeilijk te vinden zijn, delen we dit. Onze liefde voor ons Nederland en een vastberaden toewijding om haar bevolking te dienen. Voorzitter, zoals ik hier sta als gevolg van de historische ontmoeting tussen Europa en Afrika, een ontmoeting die de wereld veranderd heeft, staan wij hier allen om vandaag thema's te bespreken die onze wereld weer fundamenteel kunnen veranderen. Dat geldt in de eerste plaats voor de invoering van het coronapaspoort. Laat ik helder zijn. Vorm voor Democratie is tegen iedere vorm van een coronapaspoort en tegen iedere vorm van een testsamenleving. Ook het kabinet schrijft belang te hechten aan geen directe of indirecte vaccinatiedwang. Tegelijkertijd is het dit kabinet dat binnen Europa dwars ligt als het gaat om het gratis verstrekken van testen. Het lijkt zo logisch. De overheid voert een testplicht in, dus de overheid betaalt de test. Maar Nederland ligt dus dwars. Dit kabinet laat gewone gezinnen straks honderden euro's extra betalen om op vakantie te kunnen, terwijl de vaccins wel gratis zijn. Dat leidt dus tot indirecte vaccinatiedwang. Onderkent de premier dat? Voorzitter, onze vrijheid is in gevaar. Vorm voor Democratie zou het liefst zien dat het kabinet helemaal zou afzien van dit onzalige plan. Maar als die coronapaspoorten er dan toch komen, wil de premier dan stoppen met dwarsliggen? Wil de premier toezeggen dat de GGD reiscertificaten afgeeft na het uitvoeren van een gratis test? En is de premier bereid om binnen de EU voor een keiharde einddatum van het coronapaspoortregime te pleiten? Dit mag niet het nieuwe normaal worden. Maar voorzitter, er vinden in de wereld meer zorgwekkende ontwikkelingen plaats. Israël ligt onder vuur. Met steun van Iran vuurt terreurorganisatie Hamas duizenden raketten op de Israëlische burgerbevolking af. Het is alleen dankzij Iron Dome dat er niet veel Israëlische burgerdoden zijn gevallen. Ik heb dus met verbazing geluisterd naar de negatieve manier waarop sommige ambtgenoten zich de afgelopen periode hebben uitgelaten over Israël, vastgeroest in hun eigen slachtofferdadennarratief. Alsof Israël niet het recht heeft om zichzelf te verdedigen. En alsof Nederlandse inmenging, laat staan Nederlandse sancties, het conflict in Israël wel even gaan oplossen. Tijd voor realiteitsbesef. Het is niet in het Nederlands belang om schoolmeester tegen Israël en Sinterklaas tegen de Palestijnen te spelen. Het is in het Nederlands belang om handel te drijven waar dat ons versterkt. En het is in het Nederlands belang om gelijkgestemde landen niet de les te lezen, maar te steunen als ze onder vuur liggen. De premier mag dan ook niet akkoord gaan met eenzijdige EU-statements die Israëls recht op zelfverdediging onrecht aandoet. We juichen toe dat Hongarije zich gisteren niet achter een dergelijk statement heeft geschaard. Laat premier Rutte dat voorbeeld volgen. Dit toont ook nogmaals het enorme belang van het behoud van onze veto in de EU op het gebied van buitenlands beleid. En dan is er nog het klimaatfiasco. In 2030 moet de EU 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990, vindt de Europese Raad. In juli komt de Europese Commissie met de bijbehorende wet. Dit kabinet vindt dat helemaal prima. Sterker nog, Nederland bevindt zich in een zogeheten kopgroep. Dit is uitermate onwenselijk. De klimaattransitie kost ons onze welvaart en via de EU onze soevereiniteit.
Het eindstation, een Brusselse superstaat die de kleinste details in onze levens kapot reguleert. You'll own nothing and you'll be happy. Vorm voor democratie zal ik daar altijd blijven verzetten, tegen verzetten. Vorm voor democratie zal de soevereiniteit, de welvaart en de vrijheid van de Nederlandse bevolking altijd verdedigen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kersenboom. En ik feliciteer u ook met uw menenspeech. Een bijzondere aftrap.